ik ben Nina. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe je de zippy chain armband moet maken met de Rainbow Loom. Vandaag gebruik ik blauw, paars en wit. We beginnen met onze loom te draaien, zodat de rode bel die kant op wijst. We pakken 1 paars bandje. Ga van de eerste middelste pion schuin naar de eerste rechte pion. En dan duwen we het naar beneden. Doe hetzelfde naar de linkerkant. En dan duwen we dat naar beneden. Nu gaan we paarse bandjes helemaal omhoog leggen. Tot en met daar. Dus paarse bandjes aan de rechterkant omhoog. Ik ben bovenaan gekomen en zoals je ziet kan ik nu nog 1 verder. Maar dat doe ik niet. Ik ga schuin naar de middelste. Aan de laatste middelste pion. En dan duw ik het naar beneden. Nu doe ik hetzelfde aan de andere kant. Dus ga ik aan de linkerkant helemaal omhoog. En dan ga ik bij deze pion schuin naar de middelste rij. Helemaal omhoog. En nu ga ik weer schuin. En dan duwen we dat allemaal naar beneden. Oké. Nu gaan we weer terug naar het begin. Ik pak 1 blauw bandje en dan ga ik van de middelste eerste pion eentje omhoog. En nu ga ik een pijl maken. Dat doe ik zo. Ga ik met 1 wit bandje van de linkerkant naar de middelste. En dan ga ik met 1 wit bandje van de rechterkant naar de middelste. Zodat het een pijl is. Weer 1 lichtblauw bandje. Alleen deze keer van die pion. En dan maak je weer een pijl. Laat je het nog 1 keer zien. Dan gaan we naar de laatste punt. 1 wit bandje. En dan gaan we een pijl maken. Ik zie je zo meteen en ik ga verder. Dus als ik terug ben, dan heb ik allemaal pijlen tot en met daar. Dan moet je stoppen. Ik ben zo terug. Hoi, hier ben ik weer. Zoals je kunt zien ben ik klaar en heb ik pijlen tot en met daar gemaakt. Nu pak je 1 lichtblauw bandje en ga je vanaf deze pion eentje naar voren. En dan ga je niet de witte bandjes neerleggen. Nu draaien we onze loom om en pak je 1 paars bandje en dan gaan we een kapband leggen. Doe je op de eerste middelste pion, strek je hem, draai hem en haal je hem er 1 keer overheen. Zodat er 2 ringen van hetzelfde bandje op zitten. Nu pakken we onze naaldpin, die gaan we in die kapband en dan pakken we het eerste lichtblauwe bandje die we zien. En die halen we naar voren. Ga je weer terug in de kapband. Pak het eerste paarse bandje die je ziet. Over de pion heen. En haal je die deze keer naar rechts. En dan haal je deze naar links. Nu gaan we in dit bandje. Pakken we het eerste witte bandje die we zien. Haal we die naar links. Volgende bandje. Volgende witte bandje. Haal je die naar rechts. Gaan we weer terug in en pakken we het andere bandje. Gaan we die naar voren. Nu gaan we de zijkanten doen. Gaan we in deze 2 pakken we die over de pion heen. En op de volgende gaan we in de rechterkant en doen we het. De pion heen en op de volgende. Ik laat het nog 1 keer zien. Nu ga je in deze. Hou je die over de pion heen. En hou je die naar links. Ga je er weer in. En haal je die naar rechts. Ga
Ga je die naar voren. Ga je weer in de linkerkant. Over de pennen. Op de volgende. In de rechterkant pak je het paarse bandje. Over de pennen. En op de volgende. Dit doe je tot je aan het hier zo komt. Niet aan het einde, maar hier. Ik ben zo terug. Zoals je kunt zien ben ik klaar. Alleen, ik moet nog de laatste doen. Die doe ik zo. Ga je in deze, pak je het eerste witte bandje. Ga je die schuin naar links. En dan ga je er weer in. Pak je het tweede witte bandje en haal je die schuin naar rechts. Dan ga je weer in en pak je het laatste en haal je die naar voren. Nu doen we de linkerkant. Ons de paarse bandje over de pion heen en op de volgende. En dan ga je in de volgende ons de paarse bandje en haal je die schuin naar de middelste. Hetzelfde aan de rechterkant. Ons de paarse over de pion heen. Ga je er weer in. Haal je die schuin naar de middelste. Nu steek onze haak in de laatste middelste pion. En pak je 1 paars bandje. Doe je bandje in je haak en haal je haak weer doorheen. Nu zie je dat het bandje door deze bandjes heen zit. Hou dit bandje op onze haak. En nu kunnen we hem eraf halen. Zo, mijn is eraf. Zo. Zoals je kunt zien is hij nog niet lang genoeg. Dus we moeten hem nog langer maken. Dat doen we zo. We draaien onze loom weer, zodat de rode pijl die kant op wijst. En dan pak je 1 paars bandje en dan gaan we in de linker rij 3 naar voren. 1, 2, 3. En doen we nog een keer 3 naar voren. Zodat we 6 naar voren zijn gegaan. Nu draai je onze loom weer om. En dan pak je dit einde. Haal je die van je haak af. En dan haal je hem nog wel beet. Zodat het bandje in je vinger. Dan haal je hem van de haak af. Zodat hij nu in plaats van op je haak zit. Op je vinger. Je haalt de bandjes op de laatste pion waar bandjes op zitten. Nu gaan we in dat bandje aan de armband vast. Gaan we erin, pakken we de paarse bandjes en haken we gewoon naar voren. Zo. Nu pak je 1 C-clip of S-clip. Ik gebruik vandaag een C-clip. En dan gaan we deze 2 bandjes in de C krijgen. Dus dan doen we deze 2 in de C, 1 en de tweede. En dan halen we hem er. Nu duwen we deze 2 bandjes aan 1 kant van de C. En dan pak je deze 2 ringen aan het andere einde. Nu die in de andere kant. Zodat je armbandje nu klaar is. Bedankt voor het kijken en ik hoop dat je het mooi vindt.